1000 banen voor de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Samen gaan we het maken. Werknemers en werkgevers benutten de kansen die er liggen in de bouw en techniek, juist hier in onze regio. Samenwerking loont. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees tekende op 5 maart 2018 het convenant. Het was dé officiële start van het 1000-banenplan. We bouwen aan samenwerkingen, formele afspraken, pilots, scholingsmogelijkheden, back-office, garanties. Een goede fundering dus. Dit doen we samen met onze partners. We werken aan een gezonde arbeidsmarkt en een krachtig regionaal bedrijfsleven. Maar wat is het 1000-banenplan? We willen heel veel werkzoekenden opleiden in de bouw, techniek en andere kansrijke beroepen, waardoor er 1000 mensen een baan vinden. Hiervan behoren 600 mensen tot de participatiewet, komen 200 mensen uit de WW en plaatsen we 200 niet-uitkeringsontvangers. In 2018 hebben meer dan 260 mensen duurzaam een baan gevonden. Ook zijn 144 werkzoekenden met een opleiding gestart. Deze mensen hebben een baan voor minimaal een half jaar. En hierdoor zijn er volop kansen. Werkgevers krijgen toegang tot nieuwe opdrachten. En opdrachtgevers bieden nieuwe werknemers kansen om zich te ontwikkelen en in te zetten in de regionale economie. Met het 1000-banenplan maken we de match tussen MKB en nieuwe medewerkers. Wanneer nodig, met scholing en jobcoaching. Werkgevers kunnen dus sociaal impact leveren. In de regionale aanbesteding wordt namelijk actief gegund op basis van SROI. Hierdoor krijgen regionale werkgevers volop kansen. De 1000-banenplan helpt je nou net even dat extra stapje te nemen. Dan zou ik echt adviseren om in te stappen in de 1000-banenplan. Ik denk dat er genoeg potentieel mensen zijn die het beste hun talenten kunnen etaleren in het bedrijf. Ik vind het heel positief dat het bedrijfsleven ook gezegd heeft, wij doen van harte mee. Ik zou mensen dit aanraden omdat je zelf niet altijd weet wat je kansen zijn. En die kansen worden je dan gewoon aangereikt. Een goede start die we samen door gaan zetten.